niet de eerste keer dat ik op zo'n podium zit, dus op zich was dat wel redelijk normaal. Uitgenodigd om iets te zeggen over het jeugdvoetbal of gewoon in algemeenheid, volgens mij ook over andere dingen. Het is altijd wel een leuke setting. De uitzending was volgens mij ook wel aardig en wel leuk om te doen. Dus ja, ik vind het zelf altijd wel leuk om zulke activiteiten te doen. We zijn nu met het hele gezin geweest, dus voor de kinderen was het ook wel leuk om een keer te zien hoe de studio werkt. Het is wel zo dat ik zit nu niet meer elke week daar nu. Dus op het moment dat ik dan de kans krijg, wil ik ook graag heel veel vertellen over wat we aan het doen zijn, hoe het gaat en wat er allemaal speelt in Nederlands voetbal. Maar goed, er zit natuurlijk ook nog andere gasten aan tafel, dus soms moet je daar een juiste mix in zien te vinden. Maar dat geen reden, denk ik. Eigenlijk is het altijd wel grappig in zulke programma's dat op het moment dat de camera's niet draaien, nou, dan zit je heftig met elkaar te discussiëren en in gesprek over allerlei dingen. En dan komt Kees Jansma, dan komen we, jongens, 15 seconden en dan moet je weer even op je plekje en weer braaf kijken. En dan begint weer de volgende serie van gesprekken waarin natuurlijk maar één het woord kan hebben. Maar ja, heel veel zit je met elkaar te sparren, maar ook met andere gasten over wat er allemaal speelt en hoe dingen gaan. En op het moment dat je in zo'n studio rondloopt, dan bomen nog even met, nou, Marion Been en Kenneth Press waren het nu bijvoorbeeld. Dus heb je het met hun nog even over een aantal dingen. Dus het is echt wel naast dat het wel leuk is, is het ook wel best wel nog zinvol om een aantal beelden te delen met elkaar. De Nederlandse voetballer is een creatieve speler die wat meer heeft dan anderen. Op het moment dat we verdedigers hebben die matig kunnen voetballen, roepen we allemaal, het is niet goed genoeg. Op het moment dat we goede voetballers hebben die af en toe een steek laten vallen, dan komt meteen het item over verdedigers weer aan de orde. Jij zegt Jaap Stam, maar gisteren gingen we het namelijk over Rinus Israël en Theo Laas. Maar ja, met alle respect, maar we leven in een volledig andere tijd. De principes zijn hetzelfde. Dus het is nog steeds zo dat je goed moet kunnen verdedigen en dat je ook aan de bal wat moet kunnen. Maar de tijdsgeest of de uitzonderingen, ze worden steeds genoemd, maar de middelmaat die er tussenin zit, dat valt allemaal nog wel reuze mee. Ik vind dat een moderne verdediger goed moet kunnen voetballen, goed moet kunnen opbouwen en als je in een dominant team speelt ook juist goed moet kunnen aanvallen. Daarnaast zijn snelheid en duelkracht een vereiste, maar dat zijn ook dingen, zeker duelkracht, die kun je gewoon leren. Dus daar trainen we op. Als we hier zitten, hier bij André Ooyen bijvoorbeeld, die daar met de verdedigers heel specifiek op bezig is. Nou, daar kun je dus nog stappen in zetten en dat proberen we dan ook te doen. Maar het is veel te ver, veel te makkelijk door de bocht en overdreven bij elke tegengoal die valt te zeggen, ja, zie je wel. We hebben geen verdedigers meer. Nou, daar ga ik niet mee. Zaterdag hadden we gelukkig qua prestaties een goede zaterdag. Als ik één keer kritisch ben op dit podium, dan draait het meteen om. En dat moet ik elke week maar doen dan. Maar de onder 16, onder 17, onder 19 hebben de wedstrijden gewonnen. En nou, zitten nog steeds in de spannende fase om te realiseren dat ze bij de eerste acht gaan spelen. En dus na de zomer of na de kerst voor het kampioenschap gaan voetballen. Nou ja, met name de onder 17 heeft een goede wedstrijd gespeeld zaterdag. Er werd een jongen van PSV uitgestuurd na 20 minuten. Ze hebben dus driekwart van de wedstrijd met 10 man gespeeld tegen 11 van Heerenveen. En hebben dat goed gedaan. En juist hetgene waarvan je zegt van dat zou nog beter moeten kunnen in elke wedstrijd. Dat je weet waar het om gaat, dat je speelt om te winnen, dat je alles geeft met elkaar in een teamspirit. Dat hebben ze heel goed gedaan en daar ga ik ze zo op het veld nog even een compliment voor geven.